Meine Güte. Ze hebben het gewoon gedaan. Ze hebben het gewoon gedaan. Ze hebben gewoon... Mute. Iedereen. Niet iedereen. Iedereen van Universal. Ja, dus geef deze maar even hier. Hey, hoezo? Die heb ik nodig voor mijn TikTok. Ja, wij van Universal hebben besloten dat je deze muziek... niet meer kan gebruiken. Hoi, ik ben Sarah en misschien ken je mij als Official Saar X. En ik heb momenteel 2,6 miljoen volgers op TikTok. Zoveel dieren, groot en klein. Nu dacht ik dat Stijn met een huwelijk ging vragen, maar nee, ja, shit. Ik heb het natuurlijk wel al vaker gedaan, maar... Dat was mijn allereerste TikTok. Het verdient aardig goed, dus dat is wel heel erg leuk. Dus uiteindelijk, ja, TikTok ging zo hard, dus ik heb er nu eigenlijk gewoon mijn hele werk van kunnen maken. Ik heb hier al een video die is gemute. Echt zonde. Het ziet er heel leuk uit, maar ja, er hoort een heel leuk liedje bij. Ja, nee, kan je nu helemaal niks meer mee. Welk liedje hoort erbij, weet je dat nog? Van mij Santa Tell Me van Ariana Grande. Oh. Ja. Hier heb ik er eentje staan die gemute is. Make-up video's waar je gewoon urenlang tijd in hebt gestoken. Ja, dat is nu allemaal weg gewoon. Ja, want je playback, dus alleen dat muziekje, je kan niet even wat anders eroverheen zetten. Nee, precies. Dus ja, het enige wat nu past is dat muziekje. En ja, ik kan er nu eigenlijk niks meer anders onder gooien. Want dan klopt het niet meer, nee. Gisteren was het 3 jaar geleden dat wij besloten onze banen op te zeggen en voor onze droom te gaan. Ja. Namelijk For You Agency. De beste keuze van ons leven. Ja, en die dag gingen wij vieren. Namelijk, we begonnen lekker bij Cafecito. Hi, ik ben Brit. Ik ben zelf TikTok creator met 26.000 volgers op TikTok. En ik heb mijn eigen agency waarin wij TikTok creators helpen en merken op TikTok. Welk liedje zing ik nu? Ja. Wie is dit, Brit? Dit is Delani en dit is een creator waarvan haar muziek nu van TikTok is verwijderd. En hoe is dat voor de artiesten zelf, dat dit gebeurt? Ik denk eigenlijk voor de meeste artiesten dat het best wel erg is. Zeker voor de kleinere, opkomende artiesten. Die gebruiken TikTok nu echt als marketingtool. Dus je hebt bijvoorbeeld een creator, Roxy Dekker. En zij is vorig jaar helemaal viral gegaan op TikTok. Zij is nu gewoon groot artiest, genomineerd voor een Edison. Maar zij is echt opgekomen door TikTok. Dus voor een kleine creator kan het echt best wel een groot marketingtool zijn. En daar denk ik dat het best wel vervelend voor kan zijn. Ja, er zitten natuurlijk ontzettend veel grote artiesten onder Universal Music. En daar horen natuurlijk ook de TikTok-dansjes bij, de TikTok-trends. Dus heel veel van de nummers van een Ariana Grande ga je nu niet meer horen op TikTok. Dus of zijn nu weggevallen en kan je dus niet meer gebruiken. Dus ja, er zijn gewoon echt heel veel creators die gewoon geen geluid meer hebben momenteel onder hun video's. Waarom is die muziek zo essentieel? Als je eigenlijk de TikTok-app opent gelijk, is het eerste wat je hoort geluid eigenlijk. Dus muziek op TikTok is gewoon ontzettend belangrijk en dat maakt gewoon de video. Universal is de eerste daarin die deze stap zet. De eerste is nog niet heel erg, want er staat nog steeds onwijs veel muziek op TikTok. Maar stel, andere labels worden nu ook wakker en denken van... hey, misschien moeten wij dat ook wel gaan doen. Weet niet of het gaat gebeuren, maar dat zou een heel groot probleem zijn. Want TikTok bestaat voor 90% uit muziek. Zo, klaar! Oké, en nu dan? Nu heb ik geen muziek! Gebruik deze!